En ja, die pakken er eens veel om te doen. Duitsland heeft besloten een statement te maken. En dat statement is een pak met langere mouwen en broekspijpen. De turnsters uit Duitsland dragen het op de Europees kampioenschappen in Basel. Omdat er toch wel veel turnsters zijn die het niet zo heel fijn vinden om meer die hele korte pakjes, die zwembadpakjes zou je haast kunnen zeggen, om daarin actief te zijn. Normaal gesproken zien de turnoutfits er een stuk bloter uit, zoals je bij de andere sporters kunt zien. Eline de Zeel is sportjournalist bij de NOS en volgt de gebeurtenissen bij het turnen op de voet. Ze vinden het eigenlijk een beetje te sexy. Ze voelen zich een beetje bekeken soms in die pakjes. Nou, ik kan me ook wel voorstellen, want het is best wel bloot en het pakje kruipt soms ook in de bilnaad. Dus dan denken ze, ja, ik voel me er niet helemaal veilig in. En ze denken nu van, ja, op zo'n groot toernooi willen we het laten zien dat het anders kan. En ze willen zo jonge meisjes ook laten zien van, hey, je kunt dragen wat jij wilt, zolang jij je er maar comfortabel in voelt. Mannen hebben bij het turnen wel langere broeken aan en iets minder strakke kleding. De meisjes van Turnclub Impala begrijpen wel dat de Duitse turnsters dit doen. Zelf hebben ze liever ook niet zo'n strak wedstrijdpakje. Dat vind ik niet heel fijn, want dat kan misschien vastzitten en dat gaat heel erg slijpen bij de brug. Ik kies meestal wel voor het broekje, want dat vind ik persoonlijk wel fijner. Op zo'n brug doet het heel erg pijn, want het gaat een beetje schaven of zo. Dan brandt het heel erg aan je benen als je geen broekje aan hebt. Sinds 2018 mogen ook vrouwen volgens de regels tijdens wedstrijden langere kleding aan. Maar tot nu toe gebeurde dat dus niet echt. Ja, ik denk gewoon omdat niemand het deed, omdat het niet in die turncultuur zat, dat niemand het daarom aandurfde, een soort van. Zelf vind ik het ook wel bloot, maar het is gewoon normaal wat mensen al eigenlijk heel lang zo turnen. Als je je veel fijner voelt in lange mouwen of lange broek, dan mag je dat doen. En ik denk ook dat meer mensen het gaan doen. De Duitse turnsters zijn blij dat ze nu langere kleding kunnen dragen. Zwar weil wir viele Spagatsprünge machen, unsere Beine spreizen. Es gibt natürlich dann auch solche Fotos. Wir haben darüber keine Kontrolle, dass solche Fotos im Internet landen. Und es gibt auch ganz viele, die sich damit unwohl fühlen, dass es solche Fotos auch im Internet gibt. Ook de Nederlandse turnsters op het toernooi hebben het statement gezien. Ik vind het wel heel sterk dat zij een statement willen maken. Maar ik denk wel dat het bij je moet passen of je dat wil doen of niet. En ja, ik heb verder geen issues ergens mee. Dus voor mij zou het niet echt iets betekenen, weet je wel. Vrouwen mogen dus kiezen waar ze zich prettig bij voelen. Maar er blijven wel kledingregels gelden. Het broekje moet ook bij je turnpakje passen. Zodat de jury goed kan zien wat jij voor oefeningen doet en of je eventueel nog kleine foutjes maakt. Dus daarom moet het strak zitten? Daarom moet het strak zitten. De Duitsers hopen dat hun actie jonge turnsters kan helpen, zodat die zich niet meer ongemakkelijk of bekeken hoeven voelen. Mooie oefening van Kim Boy.